Nou ja, ik ga zo meteen spelen op de masterclass bij Pierre Volders. Stuk Nino Rota voor trombone en orkest. Ja, ik ben heel benieuwd wat hij te zeggen heeft op mijn spel. It's a little bit of the same. A lesson is more personal and you have more time. You know, you're less nervous because at a masterclass you're playing in front of your peers usually, or fellow students or colleagues, and you never know who's going to be there listening and watching. And sometimes you get nervous, but that's something we practice. When I was in high school student, the first day in high school, some brass band, they play for us to enter the high school. So I saw that instrument, trombone, and I felt really, gorgeous. Yeah. So I have to play that. I have to play that, and then I choose that. Yeah. We gaan vandaag het hebben over het trombonconcert van Nino Rota. Misschien kent u Rota als componist. De naam misschien niet, maar ik denk als u de films The Godfather wel gezien heeft, La Strada, dat soort films, hij heeft daar de filmmuziek voor geschreven. En hij heeft ook een trombonconcert geschreven. En daar zijn wij trombonisten behoorlijk blij mee eigenlijk. Want het is echt een repertoire stuk geworden voor trombone, wat vaak gespeeld wordt op eindexamens op de conservatoria. En ook eigenlijk wel als je YouTube afzoekt, vaak met orkest. En het is leuk dat ik het nu in het nieuwjaarsconcert van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest de kans krijg om het ook maar liefst 3 keer uit te voeren met het orkest. Nice. Yes. So good. Are you a bit nervous? Yeah. Yes. It's really not necessary. If you play a little bit more length, pam 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 pim pa dam pam 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 pim pa dam, then you have also more time to play the accents which are written tan 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 tin ka dam pam 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 pim. Can you do it one time? Really good. And this is finally when we reach the high B flat. For trombone is a very important note. And we show off. Yes, there we are. Good? Normally I always get nervous on stage or playing in front of people. So I want to get some mind control and play more easy and more go out my sound and enjoy. Yeah. Ik vond het gewoon een stoer instrument. Yeah. En het heeft natuurlijk best wel een forse klank die eruit komt. Je kan er eigenlijk heel, heel liefelijk op spelen, maar je kan ook lekker mannelijke oorlogsklanken, zeg maar. Yeah. Eigenlijk alles kan er wel op. Dat bevalt me zeer. If you go too fast, it's a pity. It's a nice melody, and you can build up easier for the next line. Eh? If you play the second one, then you're already in shape there. Eh?
Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk als mensen binnenkomen, als ze auditie komen doen op een conservatorium, hoor je een aantal dingen, kun je vanaf het allereerste moment horen of iemand een mooi geluid heeft of een puur geluid weet te maken en of hij er ook wat mee kan. Kijk, alles wat techniek is, kun je iemand gewoon aanleren. Ik bedoel, dat kan ik jou ook aanleren, dat kan ik iedereen aanleren. Dat is niet zo moeilijk. Maar gewoon het idee van hoe een trombone klinkt en wat je daarmee kan, dat moet eigenlijk van begin af aan al een beetje aanwezig zijn. When I was 10 years old, I heard a marching band down the street and I asked my dad, what's that wonderful sound? And it sounds so interesting. And he said, well, it's a marching band. And so they handed me an old trombone and it was meant to be. Very good, very good. Padum, 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 padum. Full. Bam. Padum, 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 padum. Pa 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 pa. Beter, goed.